Ja, dat is waarschijnlijk een van de domste SBC's die je momenteel kan doen, want de kaart is niet heel erg goed. Maar als je mij kent, dan weet je dat ik letterlijk alle SBC's eigenlijk wel een soort van doe of moet doen of me verplicht voel om ze te doen. En vandaar dat wij ook vandaag de Player of the Month Raheem Sterling SBC gaan voltooien. Nou kijk, maar één reden dat ik hem eigenlijk ga doen en dat is vanwege deze pakketten. Het zijn prima pakketten, onder andere 45k pakketten, 50k pakketten, 35k pakketten, zelfs wel ik een speelspakket en een premium jumbo gehouden speelspakket, waarvan ik de waarde van deze weer even niet weet. Prima pakketten, die gaan we dus openen. We gaan Raheem Sterling doen. We gaan hopen op een goede speler. Misschien doe ik nog een Champions League packje erbij. Een UCL Upgrade packje erbij. En ja, Porte en Insigne, die komen nog wel in een latere video aan bod. Maar voor vandaag gaan we dus Raheem Sterling unlocken. Hopelijk heb je zin in de video. Doe je een blauwpje omhoog. Abonneer je op Twinity en doe je een blauwpje omhoog. Ja, dat hebben we nog niet gezegd. Dat doe ik nog een keer. Doe een blauwpje omhoog. En oh ja, bij FC Nou FIFA punten, ga dan naar gamecoachrek.nl. Gebruik de kortingscode 2018 voor aankopen, korting op je aankopen, niet voor aankopen, maar korting op je aankopen. En dan heb je misschien een heel mooi PSN kaartje of een Xbox Live kaartje voor kerstmuziek kan geven. Of kan krijgen of kan vragen, ligt er maar wat je wil. Doe dat in ieder geval, link staat boven in de beschrijving. Wij gaan beginnen met de Sterling SBC. Nou ja, de eerste vraag die ik altijd voor mezelf stel, is hij het waard? Het antwoord is heel vrij simpel. De beginner was met deze trouwens. Het antwoord is gewoon simpelweg nee. Het antwoord is gewoon nee. 250k. Voor zo'n kaart is te veel geld. Dat is gewoon te veel. Ik snap niet als je hem doet, want hij heeft niet een hele goede kaart. Hij heeft namelijk best wel weinig shooting. Hij is wel snel, hij heeft weinig physical. Maar voor die coins die je ervoor betaalt, kan je gewoon betere spelers halen. Dus eigenlijk gewoon vanwege die reden zou ik hem niet halen. En zou ik dan toch gaan voor een beter team. Of een betere speler in ieder geval, die je daarvoor kan krijgen. Want het is gewoon zonde als je daarvoor zoveel geld uitgeeft. Omdat hij niet de beste speler is, ja, op de positie. Moeten we nog even kijken dat we de chemistry aan in dit team nu. Want zoals je ziet hebben we hem net, maar dan ook net niet gehaald. Moeten we maar twee chemistry hebben. En dan hebben we hem wel gehaald. We kunnen dan bijvoorbeeld hier nog die Roesnak naar een rechtsbuiten converten. Dan hebben we weer een chemistry erbij. Dan moeten we nog één chemistry hebben. En misschien een sterke link met een speler van de MLS. Dat zou wel helemaal ideaal zijn. Of ik convert hem gewoon even naar een kam. Want ja, het lijkt er niet echt op dat het gaat lukken. Omdat ik niet een Ierse speler heb die ja, een redelijk niveau heeft. Vandaar dat ik hem gewoon ga converten naar een kam. Dat kost me wel eigenlijk meer coins. Want ja, zo'n convertkaart van CA naar CAM is normaal best duur. Maar we krijgen wel een 45k pakket hiervoor. Ik heb 0 coins moeten betalen. Ik kan alles in mijn club zitten. 3 best wel slechte informs. EA doet het heel slim. Maar de EA wil natuurlijk dat ik die informs inlever. EA wil dat ik die informs niet meer heb voor FUTMES. Want zoals wij eigenlijk waarschijnlijk al weten, moet je met FUTMES ook weer door deze SBC wordt het alleen maar duidelijker gemaakt. Informs inleveren. Dus heb je informs, heb je niet heel veel coins. Doe het niet. Hou ze lekker in je club en gebruik ze bij FUTMES. De kans is heel erg groot dat je ze dan namelijk moet inleveren. Ik denk dat ik deze SBC bijna gehaald heb. Of ja, in ieder geval het concept ervan bijna gehaald heb. Zoals je kan zien, moet ik alleen de rating nog ietsjes beter hebben. Met 1,82 rated speler in plaats van een 81 rated speler heb ik hem wel al gehaald. En dat kunnen we dus hier heel makkelijk gaan oplossen. Als we hier gewoon een middenvelder pakken en dan hopen dat we een hoger gerateerde middenvelder hebben van de Serie A. Ik denk het eigenlijk wel. Het zou heel vreemd zijn als we het niet zouden hebben in mijn club. 81 rated, dat is goed genoeg. En dat hebben we met Kandreva. En dan moeten we alleen maar een paar normale kaartjes kopen. Waardoor ons tweede team ons ook bijna helemaal niks zal gaan kosten. Hebben we tot nu toe nog eens van 10 tot 20k betaald. Hè? Want ik heb alles op mijn club gehaald. Zo kan je eigenlijk niet rekenen. Maar ik heb dan wel al 2 SBC's voltooid. En onder andere een van de wat duurdere met 3 informs. En hier 2 informs. Dus ik heb al 5 informs ingeleverd. Uit mijn club allemaal. Ik heb een mega pakket en een 45k pakket gekregen. Tussen aanhalingstekens voor 20k. En dat is prima. In principe als je het zo bekijkt nog 3 teams te gaan. Waar toch wel de duurdere teams bij zitten. 2 keer 84 en 1 keer 83 rated team. Met in totaal nog 3 informs ook. Ik heb even heel snel een teampje gemaakt met allemaal spelers die in mijn club heb zitten. En dan zie ik dat ik nog lang niet in de buurt ben van een 84 rated team. Ja, natuurlijk ook best wel logisch. Maar de chemistry heb ik wel al gehaald. Als ik gewoon zo'n speler als die 79 rated Milivojevic of hoe die ook heet, wissel voor Vincent Kompany bijvoorbeeld, die dan wel 85 is. Ja, dan gaat de rating waarschijnlijk al maar 1 rating omhoog. En dan moet je nog maar 1 rating hoger hebben. En dan hebben we hem al gehaald. En als ik dan ook een 81 rated speler uithaal, zoals Benjamin Mondi, en daar ook weer een hoger gerateerde speler neerzet, dan natuurlijk gaan we hem uiteindelijk wel gewoon halen. Ik maak eigenlijk gewoon dit team. Ik maak van Lacazette wel weer een center met. En dan heb ik hem ook weer gehaald. Dit team kost me dan iets van 20k in totaal. Dat is ook wel helemaal niks natuurlijk als je het zo bekijkt. En opnieuw betalen we dan best wel weinig ook voor dit team. Ja, ik maak hem wel ietsjes duurder omdat ik gewoon
graag hem liever nu dan morgen voltooien. Dus ik doe hem gewoon lekker snel voltooien via de nu kopen vanuit de SBC zelf. En ik weet zeker dat er een hoop mensen zijn die kijken en die vast denken bij zichzelf van ja Timo, maar je doet de SBC altijd, je doet alle SBC's, maar je weet nu al eigenlijk van yo, je gaat die kaart niet gebruiken. Want je hebt bijvoorbeeld, ik heb dan die Felipe Anderson kaart, die second in form untradeable in mijn club. En nog altijd ook met die kaart met mijn club is die kaart gewoon niet goed genoeg, die Sterling. Dus wat is de reden voor mij om uiteindelijk toch die Sterling, ah deze is 1k duurder, maakt niet zoveel uit. Om toch die Sterling te gebruiken, nou, of te kopen om het zo maar te zeggen, om te doen. Ik weet niet hoe je het wil uitleggen. In ieder geval om hem nu toch te halen. En daar is letterlijk maar één reden voor. Gewoon omdat ik hem met mijn club heb. En zodat ik hem later zelf kan inleveren. Dat is echt alles. En dat is heel dom eigenlijk. Dat klopt. Maar goed. Ja, ik wil dat gewoon. Ik heb 2 SBC kaarten niet in mijn club zitten momenteel. Of ja, 4. En dat zijn Laporte en Insigne. Maar die komen er dus nog aan. En Flashback Gutsen. Wat heel dom was dat ik die niet gedaan heb. Want die is ook oprecht gewoon goed. En dat is Player of the Month Hazard. En daar heb ik geen spijt van. Moet ik nog altijd. Ik heb dus nu eigenlijk al die kaarten in mijn club zitten. En er komt een moment op FIFA dat ik bij mezelf denk van, joh, ik heb ze niet meer nodig. Ik ga ze nergens meer hoeven in te leveren. En nu kan ik ze gewoon lekker allemaal kwijt. Nu kan ik ze gewoon lekker allemaal inleveren bij SBC's. Zo'n Team of the Group 6 crosskaart. Die kan ik dan, weet ik voor wie, bij Pele of bij Gullit SBC inleveren. En dan heb ik die Pele of die Gullit kaart sneller. Noem maar op, zo gaat dat de hele tijd door. En zo kan ik die speels dan vervolgens allemaal inleveren. En dan heb ik een Icon SBC voor om en nabij. Ja, niet 0 coins, maar wel voor echt 100 kaas minder. En daar heb ik nu het profijt van dat ik wel die spelers in mijn club heb. Zo zie ik het. Maar ik snap ook natuurlijk als mensen het niet zo zien. Bijvoorbeeld Luc is iemand die wil alles tradable in zijn club hebben. Die heeft echt een grote glory. En dat is heel anders dan het account van mij. We gaan nu het allerduurste team maken. Hoe is het Premier League team? Daar hebben we 2 informs bij nodig. Dat is sowieso al best wel duur. En daarnaast nog een hoge rating. Vandaar dat we eigenlijk Premier League informs nodig hebben. Want je hebt 7 Premier League spelers nodig. En 6 nationaliteiten, dat ook nog eens. Jongens, wat een team is dit dan? Nu heb ik heel toevallig net allemaal hooggradeerde Premier League spelers ook nog eens ingeleverd. Dus we moeten die ook nu nog een keer gaan kopen. Ook dat is hartstikke handig natuurlijk. Ik maak dit team gewoon na via een Futbin solution. Dus als je hem ook wil maken, ja, op dit moment is het goedkoopste volgens Futbin. Maar waarschijnlijk op het moment dat jij deze video ziet, is het al lang niet meer het goedkoopste. Omdat heel veel mensen deze solution nu gaan gebruiken. Of omdat veel mensen die deze video zien, deze video gaan gebruiken, deze solution gaan gebruiken. Deze is het duurste van allemaal. Deze kost geloof ik bijna 80k. En ja, je krijgt je dan ook wel een redelijk pakketje voor, hoop ik. Ik geloof dat je een Sofa gouden topspelerspakket krijgt. Nee, je krijgt een premium jumbo gouden spelerspakket. En daar zitten 7 zeldzame gouden spelers in. En heel veel niet zeldzame gouden spelers, zeg maar. Zo, dit is het team wat we gaan maken. Ik denk dan dat het rond de 60-70k kost voor mij, omdat ik die inform al heb. Maar normaal zou het 80 kosten. Dus die inform kost ongeveer 17k nu. Vandaar dat het dan ook veel goedkoper is nu. Besef even, als ik die Lampard niet gepakt had, hè, vorige week. Deze kaart is trouwens wel duur, die Trippier nu. Als ik die Lampard niet gepakt had, dan had ik nu zo weinig coins gehad. En dan had ik al deze dingen niet eens kunnen doen. Dus ik heb echt heel veel geluk gehad dat ik vorige week de Icon gepakt had. Meteen verkocht voor 750k. Daardoor heb ik nu heel veel coins. En daardoor kan ik deze SBC's ook allemaal echt makkelijk voltooien. Zo, alleen maar Schmeichel in dit team. En dan hebben we die ook weer voltooid. Weer een pakketje erbij. En weer een stap dichterbij. De kaart van deze video. De Sterling kaart. Die we niet gaan gebruiken. Jazeker wel. Premium Jumbo gouden spelerspakket, prima pakket, dus krijgen we hiervoor. En de laatste, but not the least one, is die van de Citizens, oftewel de Manchester City SBC, waar je 3 City spelers nodig hebt en 1 Team of the Week speler. Ik denk dat ik geen enkele City speler maar mijn club heb die een redelijke rating heeft, dus moeten we dan toch nog een aantal City spelers gaan kopen, denk ik. Ja, Benjamin Mondi kan ik inleveren. En in principe zou dit ook het moment kunnen zijn dat ik 1 van deze 3 kaarten inlever. En dan eigenlijk wel deze. Maar nog altijd een 83 rated team. En dan een 87 rated in form inleveren. Is een beetje een overkill. Vandaar dat ik dat ook dan toch niet ga doen. Maar 2 spelers moet ik kopen, jongens. Pedro, Giroud. En dan heb ik hem bijna gehaald. En Ruslan dan nog. Eens kijken. Pedro gaan we eerst halen. Die is waarschijnlijk maar 1 of 2k waard. 1,8k. Hartstikke prima. Kom aan de club. Hup. En dan nog Giroud in de spits. En ja, dan zijn we gewoon bijna klaar. Dan is het bijna tijd voor de packs. En dan gaan we eerst eens kijken hoeveel coins we hebben betaald. Ik heb hem dan wel een beetje te duur gemaakt eigenlijk. Want zoals je merkt, koop ik het gewoon alles letterlijk via deze pagina. En ja, dan betaal je soms een paar honderd coins meer zoals hier.
ja, Giroud kon ik misschien voor 1000 coins oppikken. Maar ja, dan moet ik helemaal gaan opzoeken en zo. Dus dit is veel makkelijker in principe. En hebben we dat ook sneller gehaald. Ruzanovic, zet hij er goedkoop tussen. Want dan zou ik hem ook via hier gewoon kunnen kopen. 15k is wel een beetje aan de dure kant. Is er eentje goedkoper? Nou ja, we gaan wel van 15k. Dus 3k of zodat ik te veel betaal dan. Ik heb hem gehaald voor 150k ongeveer, denk ik. 150k voor deze kaart betaald. Normaal kost hij 250k, dus ik heb 100k bespaard als je het zo ziet. En we krijgen toch wel een decent kaart. Hij is niet goed, maar hij is ook niet slecht. Waarom die niet goed is, ga ik zo uitleggen waarom hij niet slecht is, dus dan meteen ook. In ieder geval eerst even de animatie bekijken, natuurlijk de walkout. Hij komt eruit. 88 rated kaart, dat is op zich wel prima dat wij hem in onze club hebben. Als ze normale 88 rated kaart zouden kopen, dan zou je best wel veel betalen. Stel, Sonic krijgt nog een player of the month en je moet een vorige versie van zijn player of the month inleveren. Heerlijk, kunnen we die meteen erbij doen. Hij komt hier met in Manchester United shirtje eruit gelopen. Prachtig om dat te zien. En eens kijken naar zijn in-game stats. Want dat is dus de reden waarom hij niet zo goed is. Hij heeft natuurlijk veel snelheid, veel dribbeling, maar voor de rest is het maar matig. Passing ook nog wel prima, al van linksbuiten. 3 star weak foot, het eerste wat bij hem slecht is. Zijn lengte, het tweede wat bij hem slecht is. Vervolgens ga je kijken naar zijn in-game stats. En dan zie je dat hij prima afmaken heeft, maar slechte schotkracht, slechte afstandsschoten. Ja, volleys boeien niet heel veel dan natuurlijk. Kijk je naar zijn passing, lange passes ook minder, korte passes wel heel goed. En zijn fysiek natuurlijk, zijn kracht enorm slecht. En zijn uithangsvermogen is wel prima. Maar ja, dat zijn eigenlijk de redenen waarom hij een mindere kaart heeft en waarom veel mensen hem niet zullen gaan doen. Voor de rest natuurlijk 5 packs, die moeten we wel nog eventjes gaan openen en hopelijk krijgen we daar... ja, een redelijke speler uit. Een 85 rated zou ik wel leuk vinden. Waarmee zullen we beginnen? Ik denk dat het mega pakket het slechtste is van ze allemaal. Het zijn best wel goede pakketten die we hier tussen hebben staan. We zullen zien wat we gaan krijgen. Ik weet niet hoe de packlook momenteel is. We beginnen zonder walkout. We beginnen ook met een bolder speler. Dat wel, dat is altijd fijn om te zien. We beginnen met een Franse center mid van Paris Saint-Germain. We krijgen hier Rabiot, die misschien een transfer kan maken naar Barcelona. Heel veel geruchten zijn daarvoor in het echt natuurlijk. Maar dat zullen we wel gaan meemaken in de aankomende transferperiode. Daarachter zit helemaal niemand, dat is jammer. Kan alles in de club zitten. En Codoluca, die gaan we bewaren. Want die zou nog wel eens handig kunnen zijn voor een Fitness SBC. Heel veel spelers in je pack, jongens. Bewaar ze alsjeblieft in je club. Je kan er echt wel veel van gebruiken dadelijk in je Fitness SBC's. Een elektrisch speelspakket. Krijgen we weer geen Malga uit? Krijgen we hier wel een bordenspeler uit? Dat ook niet. Een slecht pakketje is dit. Dus een speler uit Oekraïne. Dit is eentje van Shakhtar Rakitski. Ja, geen idee. Hij is slecht. Dat is het enige wat ik wel weet. En hij gaat gewoon lekker bij mij in de club afsterven. Hij gaat gewoon rotten in mijn club, want ik ga hem nooit gebruiken. Nou, deze 3 spelers kan je waarschijnlijk niet gebruiken aan Icon SBC's. Dus je gaat gewoon discarden, want uiteindelijk staat je transferwijs dan zo vol. Dan heb je er helemaal niks aan. Nu het gouden topspelerspakket, dan het Premier Jumbo gouden spelerspakket en dan het 50k pakket. Ik wil minimaal 1 85 rated speler. Een walkout zou natuurlijk helemaal geweldig zijn, maar daar gaan we niet vanuit. Hier krijgen we weer geen walkout uit. En we krijgen wel een bolder speler in vorm als het goed is. We krijgen inderdaad een in vorm. We krijgen een Argentijnse doelman van die club uit Frankrijk. Ja, Nice, dat ook al. Deze Benitez. 81 rated is nog niet eens de slechtste. Want er zijn natuurlijk ook 78 en 75 rated gouden in vorm. Dus dat is niet verkeerd. Daarachter zit geen bolder speler, maar wel Ben Yedder en wel Vesja, dus die kunnen ook op de transferlijst. In Frans waren vorig jaar tijdens Fitmus allemaal 20k. Dus daarmee ben ik wel blij dat ik hem krijg. Jongens, Premium Jumbo Gouden speelspakket. Met mijn neus open ik dat pakketje. Krijg je er toch nog een walkout? Kan ik dat toch nog? Misschien? Nee, weer niet. Weer niet. Wel een bolde speler. Dit is geen inform geloof ik. Dit is een normale kaart. We krijgen Colombia rechts mid van Juventus. Dit is Cuadrado. Is hij veel waard of niet? Ik geloof wel dat hij een beetje wat waard is. Nou, dat weet ik niet zeker. 84 rated in ieder geval wel. Een paar k, misschien 5 of 6k. Dan hebben we in ieder geval wel nog wat gepakt. Daarachter weer geen bolle speler. En deze kaart is inderdaad een 5 tot 6k waard. Niet heel erg veel. Dus Banega nog erachter, een tradable. En Sané ook daarachter. Voor de rest een matig pakketje. En dan gaan we over naar ons 50k pakket. Ons beste pakket. Krijgen we misschien nog wat? Dat zou leuk zijn. Ik ga er niet vanuit. Ik denk eigenlijk dat onze beste kaart al geweest is. We gaan het zien, jongens. Krijgen we nog een beetje packluck vandaag in de video. We krijgen geen walkout. We krijgen geen walkout. We krijgen wel een bolle speler. We krijgen als laatste speler van deze video Naby Keita. Naby fucking Keita. We hebben wel veel bolle spelers gepakt, maar geen walkout. En dat is jammer. In onze volgende video, die komt morgen weer online en een livestream. We gaan echt veel streamen, veel video's, iedere dag natuurlijk. Komen we veel met nieuwe packs. Hopelijk krijgen we dan wel weer een walkout. Dat moet eigenlijk wel, want ja, weet je, we packen heel veel walkouts de laatste tijd. De packopening van vandaag was dus iets minder. Mindere packs, maar goed. Ai, niet getreurd, want er komt wel heel snel een nieuwe packopening aan. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Abonneer op Twinity en zie ik jou in een van mijn volgende video's weer terug. Later.